Dames en heren, welkom bij deze spannende Interland van vandaag. Mijn naam is Evert ten Apel en naast me zit Jordi Mulder. Dat is toch altijd weer een speciaal moment, Jordi, als je daar staat namens je land en het volkslied wordt gespeeld. Daar doe je het toch voor? Absoluut. Als speler wil je dolgraag voor je land uitkomen. Interland spelen is het mooiste dat er is. Met deze formatie stappen ze vandaag het veld op. Vandaag spelen ze in de traditionele variant van de 4-4-2. Is dat niet wat statisch voor het voetbal van vandaag? Nou nee, als je kijkt bijvoorbeeld in Spanje, dan zie je heel veel ploegen op die manier spelen. Vooral als ze aan het verdedigen zijn. Gaan ze aanvallen, dan worden die buitenste middenvelders eigenlijk buitenspelers. Dus van deze spelers wordt er veel verwacht dat ze verdedigen als middenvelders en aanvallen als buitenspelers. Dit is een ploeg die zich graag ingraaft rond het eigen 16 meter gebied. Als tegenstander moet je maar door die muur heen zien te komen. Kunnen we dat vandaag ook verwachten als je naar de opstelling kijkt? Dit is zoals ze altijd spelen. Inzakken en proberen iets op de counter te doen. De spelers hebben de hele week naar deze wedstrijd toegeleefd. En nu is het dan zover. Wie weet levert dit een kans op. Kijk nou. Hij ging er gewoon voor staan. En die bal is opgeruimd. Gaat op het doel af. De keeper redt op fenomenale wijze. Wie gaat de hoekschop nemen? De bal wordt in de 16 gebracht. Dat was een goede corner, maar er wordt niet optimaal mee omgesprongen. Ja, die baalt als een stekker. Daar zat veel meer in. Josip Ilicic. Beric. Robert Beric. Die bal komt niet eens in de buurt van het doel. Mogelijk een goede kans hier. Krien. Hij had hem te pakken, maar is hem ook alweer kwijt. Het was op zich wel een goede tackle. Beetje pech dat hij de bal niet kon vasthouden.
Goed geanticipeerd en de paas eruit gehaald. Hij krijgt daar weinig ruimte om op te bouwen op eigen helft. Hij heeft heel veel ruimte daar op de vleugel. Stankovic. Die bal is voor de tegenstander. Ze loeren op een gaatje in de defensie, maar nemen de tijd. De wedstrijd is net begonnen en er is nu al een overtreding gemaakt. Ja, de kopsterke spelers zijn weer naar voren. Die ruiken hun kans bij deze vrije trap. De bal wordt voorgeslingerd. Hij werkt die bal weg. Schot gelost. De keeper heeft hem. Josip Ilicic. Die bal is de lijn gepasseerd. Inworp dus. Oei, die inworp gaat helemaal mis. Raitala. Toivio. Ai, 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 wat een belabberde paas. Lam. Als je zulke ballen gaat geven, hou je de bal nooit in de ploeg. Lam. Daar zit de tegenstander tussen. Wie pakt die bal op? Josip Ilicic. Het balbezit wordt overgenomen. Goeie ingreep dus. Lam. Peric. Daar is de poging. Het wordt druk in het 16 meter gebied. Wat een geweldige redding van de keeper. De bal wordt voor het doel gebracht. De bal komt diep, maar de tegenstander weet de bal toch weg te werken. Hij gooit de bal voor het doel. Volgens mij heeft de doelman al... Oh, oh, dat kan een dure fout worden. En nu doorgaan. Een corner, en wie gaat hem nemen? Ze kiezen voor de lange variant. De keeper probeert de bal te pakken. Die bal gaat recht naar de tegenstander. Paulus Aradjouiri. Temo Pukki. Met de bal in een positie die gevaar kan opleveren. Nou, het is van belang dat de omschakeling goed is. De ruimte voor een counter is er. Spelen ze dit uit? Josip Ilicic. Kijk nou. Geen goed schot, gaat ruim naast.
Ze wachten geduldig hun kans af en spelen de bal rond. Hij onderbreekt de aanval met die actie. Robin Lot. Raitala. Paulus Araujo. Peric. Jos, schiet! Daar is de openingsgoal. Wat een ontlading bij de spelers, zeg. Begrijpelijk, hè? Die voelen ook dat ze sterker zijn. Maar goed, dan moet je nog wel kunnen vertalen naar doelpunten. En wat doet hij dat toch mooi daar. Geen brute kracht, maar gewoon puur op techniek. Ja, geweldig gedaan. Heel bewust afgemaakt. Ah, geweldige techniek. Paulus Araujo. Robin Lot. Hij weet die paas te onderscheppen. De bal ligt voor het oprapen, maar wie is daar als eerste bij? Slordig balverlies hoor, dat mag je op dit niveau niet overkomen. Robin Lot. Demo Puki. Krim. Josip Ilicic. Krim. De tegenstander kan eenvoudig onderscheppen. Wat een dramatische paas toch. Lam. Demo Puki. Hij verliest de bal. Is de verdediging te vlug af? En het spel gaat weer de andere kant op. Balbezit voor de andere ploeg nu. Kijken of we dat opleveren. De extra tijd bedraagt 3 minuten. Hij werkt die bal weg. Nee, het idee van de paas was goed, maar er zit iemand tussen. Beric. Goed geraakt. De keeper grijpt in. Er komt een corner aan, een kans om de voorsprong verder uit te bouwen. Dat was geen slecht schot, maar die redding mag er ook zijn. Die bal was lang onderweg en de keeper zag hem dus goed aankomen. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen. Die bal lijkt wel de juiste lengte te hebben, maar de tegenstander weet hem toch weg te werken. We kunnen na één helft concluderen dat het een interessante confrontatie is tussen de beide landen, Jury. Met tot nu toe 1 doelpunt. Beide landen houden elkaar redelijk in evenwicht in deze vriendschappelijke interland. 1 momentje van onachtzaamheid was voldoende voor dat doelpunt. Maar verder geven beide teams elkaar weinig toe. En de tweede helft is begonnen.
Dit is een bijzonder gevaarlijke plaats. Prima onderschepping daar. Daar is het schot. Daar is opnieuw een goal. Is dit een beslissing, Jury? Wat denk jij? Je zou het toch haast denken. Er zijn gekkere dingen gebeurd in het voetbal, Evert. Maar de tegenstander zal aan de bak moeten als ze hier niet met de nederlaag van het veld willen stappen. Ja, vanuit die hoek is het doel lekker groot. Het was goed geanticipeerd. Daar kun je de verdediger wel op aanspreken. De goal vanuit een andere hoek. Toivio, Lam, uitstekend over de breedte geplaatst. Hij strooit er vrolijk op los met zijn paasjes en allemaal goed. Daar zit de tegenstander tussen. Ze veroveren de bal en kunnen een aanval gaan opzetten. Hij is Josip Ilicic. Dat is de goal. En daar is hij weer. Hij prikt nummer 2 erin. We gaan nog eens kijken naar dat doelpunt. We kunnen de winnaar van deze wedstrijd nu al aanwijzen, uiteraard. Toivio. Josip Ilicic. De tegenstander weet de paas eruit te halen. Biric. Trapt erin hoor, de buitenspelval. Goeie paas weer. Een puike wedstrijd speelt hij deze man. De paas wordt eruit gehaald. Gevaar voorbij. En in een interessante positie ten opzichte van het doel. Zou kunnen leiden tot gevaar. Goede aanval, maar de bal is nog net niet bij hem. Die paas wordt onderschept. Biric. Doet die goed. Dat leek nergens naar. Hij raakt de bal maar half en verprutst die kans. Biric. Gaat hij het redden? Nee, hij gaat er niet in. Wel een goede poging. Schitterend schot. Paulus Aradjouiri. Lukas Radetzky. Krien. Ze houden wel veel spelers achter de bal en laten de tegenstander het spel. Dat was gruwelijk mooi. Als de alarmbellen nu niet gaan rinkelen, dan weet ik het ook niet meer, Jury. Bij een volgende kans is het misschien wel raak. Kijk, ze laten zich veel te ver terugzakken, Evert. Je kunt wel gaan verdedigen. Maar niet zo ver terug. Ja, ze moeten veel verder vooruit verdedigen, want dit is vraag om moeilijkheden. Biric,
Hij heeft heel veel ruimte daar op de vleugel. Die bal weet geen medespeler te bereiken. De verdediging ruimt op. Dit zijn de omschakelmomenten waarvan je kunt profiteren. De trainer zal zich met gevolgen geven. Fraai gedaan daar. De bal komt in het strafschopgebied. De bal wordt voorgegeven, maar daar is niemand. Zo te zien krijgen we een wissel. Krien. Stankovic. Josip Ilicic. Hij steekt het veld over om de bal op te halen. De bal gaat rustig rond. Ze wachten op een opening. Krien. Wie weet levert dit een kans op. Robin Lot. Temo Pukki. Beric. Dit wordt menens. Gered, maar het blijft gevaarlijk. Daar komt de voorzet bij de eerste paal. De voorzet eindigt in de handen van de keeper. Dat was echt geweldig gekiept, Evert. De meeste mensen telden hem al, denk ik. Temo Pukki. Robin Lot. Die bal is een prooi voor de tegenstander. De bal wordt in de 16 gebracht. Nee, die bal gaat er niet in. En ze kunnen er ook niet allemaal in, toch? Nee, hij heeft al gescoord deze wedstrijd, maar deze kunnen we niet tellen. Het ziet er naar uit dat de coach gaat wisselen. Benut de ruimte nou aan de zijkant, zou ik zeggen. Komt dan nu de voorzet? Als je de bal zo weggeeft, ja, dan verdien je een straftraining. Speelt zijn verdediger helemaal... Doelpoging. Die is voor de keeper. Ja, eitje voor de keeper, hè. De keeper gaat op weg naar het andere doel. Heel merkwaardig. Hij staat de bal niet graag meer af. Gaat hij voor eigen succes of speelt hij af? Wat een kans! Uitgelezen kans om te scoren. Die gaat richting de cornervlag. De coach geeft aan dat hij wil wisselen. Doivio. Josip Ilicic. Bal kwijt, tegenpartij is nu aan zet. Als ze dit goed kunnen uitspelen, kunnen ze toeslaan op de counter. De bal gaat heen en weer. Die ging hard. Die gaat het stadion uit. De trainer wil er een nieuwe speler in brengen. Jokic. Peric. Josip Ilicic. Hij is er bijna. Een super redding hoor, voor de keeper. Hij staat te trappelen om de corner te nemen. Hij kiest ervoor om de bal voor het doel te brengen.
Zo'n paas moet veel nauwkeuriger. Dit lijkt nergens op. We hebben nog 8 minuten. Over de zijlijn, maar de bal is nog aangeraakt. Toch nog een gele kaart. Het duurde even, maar hij vond het blijkbaar toch een zware overtreding. Josip Ilicic. Ze veroveren de bal en kunnen een aanval gaan opzetten. Krim. Uithalen zou ik zeggen. En nog een hoekschop. De keeper redt op fenomenale wijze. Diepe corner. Opgeruimd staat netjes, denken ze in de achterhoede. Volgens mij heeft de doelman ambities als veldspeler. Hij is letterlijk en figuurlijk de weg kwijt. Timo Pukki. We hebben nog maar 3 minuten aan reguliere speeltijd. Please give a round of applause for today's man of the match. Number 7. Een paas op een grote afstand. Krim. Josip Ilicic. Ja, nu kan hij de bal voor de goal gooien. Kans om te schieten. En we krijgen weer een corner. Zo, wat een redding van die doelman op die inzet van dichtbij. Wat een reflex even. Schitterend om te zien. Er komen maar liefst 4 minuten blessuretijd bij. Die kopbal leek erin te gaan. Maar heel goed gekiept van die doelman. Paulus Araujo. Jokic. Krim. Josip Ilicic. Wie weet levert dit een kans op. Komt dat schot? Opnieuw een hoekschop. Een geweldige poging. Maar een zo mogelijk nog mooiere redding, Juri. Fantastisch gekiept inderdaad. Ik telde hem eigenlijk al. Heel atletisch gedaan. Mooi om naar te kijken. Ze kiezen voor de lange variant. Die gaat naast de goal. Een afgetekende overwinning. Je hoopt vooraf op een spannende interland. Maar spannend is het eigenlijk nooit geweest, Juri. Nee, het was eenrichtingsverkeer. We hebben geen moment op het puntje van onze stoel gezeten. Ja, hij heeft fantastisch gespeeld. En het leek hem wel geen enkele moeite te kosten. Ja, geweldig. Hij heeft er gewoon 2 gemaakt. Hè. Dus dat is toch knap. En hij past van het zelfvertrouwen, dat zie je. Je ziet zijn medespelers ook opleven als ze met hem kunnen samenspelen. En ja, ik denk dat dat vandaag ze de zege heeft opgeleverd.